Vandaag zijn we in de Vismijn in Vlissingen, waar de VVD een werkbezoek heeft georganiseerd. En ook de Europarlementariër Jan Huytema heeft uitgenodigd. En ook Rebel TV. Dus we gaan even kijken wat ze allemaal gaan doen en horen. En het gaat over de visserij. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik ben Jaap Albrechtsen, hoofdvisser. De Brechtsen 43. Ik ben Jaap Henneke, voorzitter van de producentenorganisatie Delta Zuid. En dat zijn Noordzeevissers van Katwijk tot in Brechtsen. En waarom zijn jullie hier? Ja, dat was om op uitnodiging van heer Huytema. Dat is een Europarlementariër. Je kwam zijn eigen keer oriënteren in de visserij van Zeeland. Ja, Jan heeft onder andere visserij in zijn portefeuille en wil zich oriënteren op welke problemen Europese regelgeving voor de Nederlandse visserijsector met zich meebrengen. Nou, we hebben hem in elk geval meegegeven dat er op basis van Europese regelgeving problemen zijn voor de visserij wat betreft windparken, wat betreft Natura 2000 gebieden en vooral wat de aanlandplicht betreft. Het belangrijkste is de hele grote zorg van de kottensector. Die zich vooral zorgen maakt over de aanlandplicht en over de discard ban. Het probleem met de aanlandplicht is dat alles wat in je net komt, moet je meenemen. En er is heel veel Europese regelgeving, maar Europa heeft niet geregeld dat de verschillende vissoorten, groot en klein, niet door elkaar mogen zwemmen. En dat betekent dat je vis die je eigenlijk niet zou kunnen gebruiken, zoals je vist op school en je vangt kabeljauw, dat je de kabeljauw eigenlijk zegt van die zit ik overboord. Maar die moet je nu aan boord meenemen en dan bij de vismijn afleveren. En dat betekent heel veel capaciteit aan boord, heel veel ruimte aan boord, die je eigenlijk niet kan gebruiken voor vis die je niet kan verkopen. En de afspraak is dat we met elkaar naar streven om een uitvoerbare regelgeving te krijgen. Dus een regelgeving die voor de visserij werkbaar is. En nou, daar is op dit moment nog geen zicht op, dus die zorgen hebben we vandaag ook aan jou uit hem overgebracht. Dus ik ga op zeer korte termijn met de collega's in de Tweede Kamer spreken van dat we hier nog meer druk op moeten zetten. Dat is niet vreed. Precies. Omdat Zeeland en ik denk heel Nederland ontzettend vooruitstrevend is op het gebied van landbouw en visserij. En Zeeland is natuurlijk, heeft allebei de sectoren die heel ver gevorderd zijn in bepaalde innovaties. Vandaar dat we zo net waren bij in Vlissingen om de pulskor te bekijken. En nu zijn we bij een fabrikant van bietenrooiers en zodenbemesters, Vervaat. En ja, het is heel interessant om te kijken welke technologieën ze daarin gebruiken. Waarom wilde u überhaupt Europarlementariër worden? Omdat steeds meer wet en regelgeving waar de boer mee te maken komt uit Brussel komt. Ik denk misschien wel 80-90% dat uit Brussel komt. En ik vind het belachelijk dat de afgelopen 10 jaar geen enkele Nederlander volwaardig lid was van de Landbouwcommissie, het Europese parlement. Terwijl we als Nederland de tweede exporteur zijn van agrarische producten. Waarom zouden juist de jongeren moeten gaan stemmen? Omdat zeker ook Brussel, maar ik denk ook alle andere bestuurslagen beslissen over de toekomst van de jongere generatie. En laat het alsjeblieft niet over aan grijze mannen met grijze pakken, maar stem op een jonge kandidaat. Dat ben ik. En daar ga ik voor. Kies smart, kies Jolanda. Snel internet, overal in Zeeland, dus ook op het platteland. Stem op mij en dan krijg je de ambitie en het enthousiasme van de VVD erbij. Minder bestuurlijke drukte in Zeeland en meer samenwerking.
weekend georganiseerd. Ja, ontzettend leuk. Graag gedaan. Ja. Oh. Wat vond u ervan? Ja, geweldig. Nee, net wat ik zei, ik vind het een prachtig voorbeeld van innovatiekracht hier in Zeeland. Mm-hmm. We mogen echt ontzettend trots zijn op onze visserijsector en op onze landbouwsector. Oké, dankjewel. Goede reis. Dankjewel. Wat Zeeland? Nee, ik vind Zeeland geweldig. Ik zou me hier zo thuis voelen. Een van de mooiste provincies van Nederland. Dat is goed, super dankjewel. Het lijkt wel wat op Friesland. Een beetje wel. Welke partij kun je beter stemmen dan de VVD?